leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Vandaag ga ik verder met de Sims 4, beleven het samen. En Noah is lekker haar eieren met toast aan het eten. Hartstikke lekker, heb ik nu ook al zin in. Nou, eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in. Zo, de wangen die gaan echt helemaal ver uit het gezicht als ze een hap neemt. Ja, daar let ik dan weer op. Neem eens een hap. Kijk nou, de wangen worden echt super groot. Alsof ze echt super veel in de mond stopt. Maar in ieder geval, ze is lekker aan het ontbijten hier in ons mooie beach house. En wat ik vandaag van plan ben... Ja, ik heb vandaag een plan. Normaal begin ik altijd de aflevering van... Ja, ik weet niet wat ik vandaag ga doen. Ik zie wel, bla bla bla. Maar vandaag heb ik een plan. Zoals jullie weten, vandaag 3 februari dat deze video online staat... is mijn verjaardag. En ik dacht, het is wel een leuk idee om dan even een feestje te geven in The Sims. Want we hebben natuurlijk deze mooie kelder met allemaal dingen, sauna... Dikke tv. We hebben alleen niet iets van muziek of zo. Dus dat ga ik nu meteen eventjes neerzetten. We hebben in ieder geval een bar. Allemaal coole dingen. Dus ik dacht van ja, we gaan gewoon eindelijk eens een keer even nou een feestje geven. Ik wou het al doen. En nu omdat het vandaag mijn verjaardag is. Dacht ik helemaal van ja, nou perfecte gelegenheid natuurlijk. Dus dat gaan we doen. Ik ga even kijken wat ik dan ga neerzetten. Nou, we hoeven niet weer een hele DJ set denk ik beneden. Want we hebben boven al zo'n DJ geval. Ik wil deze stereo. Niveau 4 van de artiestencarrière. Ja, doei. Daar heb ik geen tijd voor. Ik wil gewoon dat ding nu. Hier, nou. Ik wil echt een vette grote stereo neerzetten. Zoals deze hier. Maar die mogen we niet kiezen. Moeten we unlocken. Kan niet. Nou, helemaal jammer. Ik ga ook even dit stoeltje weghalen. Want die staat een beetje in de weg, denk ik. Zo. Het is hier wel een beetje donker beneden. Maar ik denk als er lichten aangaan dat het dan wel wat beter is. Dat hoop ik in ieder geval. Dus we gaan vandaag lekker een feestje organiseren. Feestje voor vrienden en zo, voor Noah en feestje voor vrienden van Noah bedoel ik. Ze gaan eerst even lekker douchen natuurlijk. Douchen is ook belangrijk, want we gaan niet stinkend een feestje geven. We gaan het feestje trouwens nu nog niet geven, want het is pas 1:30 'smiddags en dat is nog een beetje te vroeg daarvoor. Even kijken, dit schilderij. Wat zou ik eens met dit schilderij doen? Zou ik hem gewoon verkopen of zou ik hem bewaren? Hij is wel mooi. Ik ga hem bewaren. Ook al weet ik niet waar ik hem wil gaan ophangen, ik ga hem gewoon bewaren. Oh, we kunnen alleen een klassiek schilderij maken. Oh, dat komt natuurlijk omdat ze nog geen schildervaardigheid heeft. Ja, ik wil ook gaan schilderen met referentie. Weet je wel, dat je het uitzicht en zo kan schilderen, maar dat mogen we nog niet doen. Waarschijnlijk omdat ze nog niet echt een hoog schildersniveau heeft. Oh nee, ze heeft niveau 1 gewoon. Ja, nou, dat dacht ik al. Nee, dan kunnen we inderdaad nog geen schilderijen maken. Gemaakt door foto's, zeg maar. Oh, die ga ik wel verkopen. Hier, ups. Oké, alsjeblieft. 70 simdollar ervoor. Niet veel, maar alles is een beetje. Nou, we gaan even lekker naar de wc. Hartstikke lekker. En in de tussentijd dat we wachten tot het later is, weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik wil doen. Oh ja, ik weet eigenlijk wel wat ik wil doen. Oh kijk, we hebben ook een meditatiestoeltje hier. Dat wist ik niet. Ik heb hem nog niet gezien. We hebben meer in onze tuin en in ons huis dan dat ik dacht. We hebben echt ontiegelijk veel gewoon te doen eigenlijk in ons huis. En we hoeven er eigenlijk in principe nooit meer op uit. Want we hebben gewoon ontiegelijk veel te doen. Niet normaal. Springen. We gaan gewoon ervan afspringen. Geen poespas of speciale salto, weet ik veel. We gaan gewoon springen. Oké, dat was wel een klein beetje saai misschien, maar we hebben gewoon gesprongen. Oh, wat is dit? Aanzetten, deze lamp. Staat nu het zwembadlicht aan of... Ik weet niet. Baantjes trekken. Volgens mij hebben we het zwembadlicht aangezet. Maar je ziet er niet zoveel van. Nou ja, dat komt misschien ook omdat het overdag is natuurlijk. Nou ja, het is alweer bijna. Het is alweer 4 uur. Ik weet niet, de zon die gaat straks ook onder, denk ik. In de Sims. Ik weet niet precies hoe laat het onder gaat. Oh, kijk nou wat we hier hebben. Kijk, we kunnen zelfs een kampvuur maken bij ons huis. Nou, dit is toch echt nu al huisgoals hoor. We hebben een beach house met alles erop en aan. Letterlijk alles waar je maar van kan dromen. En hebben we ook nog een privéstrandje met een... vuurtje wat we kunnen bouwen. Nou, nah, jongens, wat wil je nog meer leven? Dit is toch gewoon alles wat je wilt? Kijk nou, dit is toch... Nah, dat is echt een goals. Ik zou hier sowieso wonen. Echt, sowieso. Wat is dit dan? Oh, je mag niet in deze bosjes. Nou, dat was ik ook niet van plan. Dus dat is helemaal mooi. Wat voor plant staat hier? Dit is een aardbeistruik. Oh, kom, we gaan eventjes aardbeien plukken. Ook altijd leuk om gewoon even een paar aardbeidjes te plukken. Kunnen we lekker gaan opeten. Tuiniervaardigheid geleerd. Oh, dat hebben we ook gelijk geleerd. Nou, dat ging snel. Even kijken. Hebben we ook nog... We hebben volgens mij ook weer ergens zo'n coole plant waar je in kan plassen, weet je wel. En waar je oh ja in kan doen. Ik weet alleen niet waar die staat. Volgens mij is dit hem. Nee, dit is hem niet. Hé, waar is die nou? Ik weet dat die hier is, want daar gaat ook altijd... wie ging daar nou vorige keer naartoe? Nancy ging daar volgens mij vorige keer naartoe, maar ik kan hem nu niet vinden.
Hè, hij moet hier ergens staan. Die plant waar je oh ja in kan doen, weet je wel. Ik zie hem alleen niet. Nou ja, het zal wel. Dat is ook niet heel belangrijk nu of zo. We gaan weer terug naar huis. En we gaan denk ik gewoon het feestje nu alvast organiseren. Want anders wordt het weer veel te laat en wordt iedereen weer moe. En je weet precies hoe dat gaat. Dus ik ga nu het feestje organiseren. Sociaal evenement. We gaan denk ik gewoon een normaal huisfeest doen. Denk ik. Ja, wat moeten we nog... Ja, wat voor feest moeten we anders geven? Ik heb geen idee. We gaan geen dansfeest geven natuurlijk, want dat moet in een discotheek. Ook geen etentje. We doen gewoon een huisfeest. Gewoon normaal, normaal huisfeest. Wij zijn de organisator. De gasten, Sophia. Ook Kevin mag natuurlijk komen. Dat is een oude vriend van Noah. Joaquin. Bart. Paolo. Ja, kom allemaal maar, joh. Hier, kom allemaal maar. Hupsakee, waarom niet? Roos, ja, kom ook maar. Hoeveel mensen hebben we nu? 10. Ik wil meer mensen. Ook al weet ik dat ik dat niet aan kan qua sociaal doen. Want dan vergeet ik weer mensen zo om mee te praten. Maar ik wil gewoon veel mensen. Zo, ik vind het nu wel goed. We hebben 11 mensen. Dat is best wel veel. De entertainer. Hebben wij een piano? Dan moet ik heel goed nadenken. Volgens mij staat er geen piano in de kelder. Dus nee. Ik wil wel een mixoloog. Naomi van den Berg. Oké. Okay. En de cateraar. Hebben we een cateraar nodig? Ik denk dat we wel zonder cateraar kunnen, toch? Dat kunnen we toch wel? Of zal ik het wel doen? Ik weet niet zo goed. Nee, ik ga het niet doen. Geen cateraar. Zo, we hebben in ieder geval wel een mixoloog. Dus dat is goed. Ik zal alvast eventjes wat gaan koken. Zodat iedereen dadelijk lekker wat te eten heeft. Hier, chips met salsa. Groepsportie. Zo kan iedereen dadelijk even lekker wat chips pakken. Oké, de doelen van vandaag zijn gezellig doen met gasten, drankjes drinken, flirten, Sims tegelijkertijd naar muziek laten luisteren. Nou, dat gaat vast helemaal goed komen. Er zijn nog geen gasten, dus beter komen die eventjes snel. Want dan kan het feestje beginnen en ik heb een beetje de hik of zo. Niet zo prettig. Hij gaat gelijk naar boven. Ik hoor al gelijk weer iemand huilen. Oh, dat is Isabel, die gaat huilen om die urn. Oh, misschien moet ik... Hallo. Meneertje Joey. Ja, jij. Waar slaat dit op? Waarom gooit hij ineens mijn spul om? Mijn vuilnisbak. Waar slaat dat nou weer op? Wat een barbaar dat hij dat ineens doet. Nou, in ieder geval, we hebben wat chips gemaakt. Zo, misschien is het ook even een idee als wij ook even wat leuke kleding aan doen. Feestkleding. Nou, Sophia, hoe gaat het vandaag met jou? Oh, ze gaat al wat eten pakken. Nou, we gaan wel eventjes met hem praten. Bedankt voor je komst, Kevin. Kevin is natuurlijk een oude jeugdvriend van Noah. Misschien krijgen we hun nog wel wat. Ja, want ik heb ze vroeger als tiener ook met elkaar laten flirten. Alleen toen is het niet echt wat geworden. Maar ja, wie weet wordt het nog wel wat, hè? Alles kan gewoon maar gebeuren. Even kijken. Voetmassage aanbieden. Nou, zullen we dat even niet doen. Wat staat hier voor computer? Huh? Die heb ik nog helemaal niet gezien. Kijk nou, eens een computer met een scherm van glas of zo. Hè? Ook, ja, er zijn misschien wel meer computerschermen van glas. Nou, is dat zo? Nee, dat is voor mij niet zo. Nou, ik weet niet of dat er al is. Maar in ieder geval, het ziet er wel heel futuristisch uit. Jeetje, wel mooi. Ik wil ook wel zo'n scherm. Maar helaas, dat feestje gaat denk ik niet door. Even kijken hoor. Gezellig doen. Nou, we hebben al een beetje gezellig gedaan. Oh, Isabel. Nee, Isabel, niet huilen. Meid, kom. Het komt allemaal goed. We gaan niet huilen, want huilen is niet leuk. Hier, even omhelzen, vragen hoe het dag was. Eventjes gezellig doen en zo. Hartstikke leuk allemaal. Opfleuren, ze moet eventjes weer lachen hoor. Ze moet gewoon lekker eventjes weer lachen. Maar nu is de vraag. We moeten flirten als doel, maar met wie gaan we flirten? Met Kevin of met Joaquin? Dat is een beetje de vraag. Met wie gaan we nou flirten? Wie vinden we leuker? Ik vind Kevin leuk, omdat wij al sinds kind af aan met hem omgaan. En Joaquin, ja, die kennen we natuurlijk net pas. Maar dat is wel, ja, het is wel een leuke man. En hij past wel bij haar. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik weet niet zo goed met wie ik moet gaan flirten. Nou, we zien het in ieder geval wel. Bart die denkt van, ik ga lekker in mijn handdoeken naar boven. Nou, helemaal prima. Even kijken hoor, misschien moeten wij ook even een drankje gaan drinken beneden. Hier, iedereen staat al gezellig in de bar. Nou ja, gezellig. Zo gezellig is het hier ook weer niet eigenlijk. Valt best wel mee. Het is meer een beetje dood hier beneden eigenlijk. Maar oké. Okay. Kunnen we hier een leuk muziekje op zetten? Hier, we zetten een leuk muziekje aan. Even kijken hoor. Oh, je kan ook allemaal andere dingen. Elektronisch. Zo, helemaal leuk. Hebben we tenminste beneden ook een beetje muziek. Ja, we gaan even met hem flirten. Met Paolo. Nou, dan flirten we in ieder geval eventjes met iemand.
Hier, bedankt voor je komst. Hartstikke leuk. Oh, er gaat al iemand dansen beneden. Ja hoor, het wordt al een beetje levendig beneden. Wat gaat Bart doen? Oh, zich omkleden. Oh! Oh, ik dacht al wat gebeurde, maar dat is dat we het voornaamste doel hebben gehaald. Nou, gelukkig hebben we dat gehaald. Even kijken, oprecht compliment geven. Wie zit ook alweer? Oh, dat is Roos. Oké, helemaal super. Die mogen we ook wel eventjes opfleuren. We gaan ook nog een beetje flirten met hem. Oh, hij gaat er nu ineens vandoor of zo. Nee, hij staat op. Ik weet niet wat hij van plan is. Oh ja hoor, er wordt gedanst. Er wordt gedanst. Maar hoe laat ik nou Sims tegelijkertijd naar muziek luisteren? Want ik kan nu wel naar muziek gaan luisteren, maar die anderen die gaan dat allemaal niet doen. Dat is een beetje mijn struggle. Hier, oh, wacht, we gaan ook even met Joaquin flirten. Zo, ik weet ook niet of Paolo daar boos om wordt als we ook met Joaquin flirten. Maar daar gaan we vanzelf wel achter komen of hij daar boos om wordt. Bedankt voor je komst. En vraag wat die vrijgezel is. Is vragen of iemand vrijgezel is ook flirten? Nou, het ligt eraan hoe je het vraagt, denk ik. Maar het kan best wel flirterig overkomen misschien. I don't know. Eens even kijken. We gaan gewoon op flirten klikken. Zo, dan is het sowieso goed. Hij is vrijgezel. Nou, dat is leuk. Dat wist ik eigenlijk al. Oh. Oh, het is al, we hebben het doel al bereikt of zo. Oké, leuk. Hé, hey Kevin, ja, kom jij maar eventjes hier. Ik ga eventjes een versiertruc bij je doen. Oh, Noah is wel echt op de flirttour, hoor. Ze zit echt met drie verschillende mannen tegelijk te flirten. Het is echt een gekkenhuis hier in Huizen Wilson. Het is echt een gekkenhuis. En het is nu best wel gezellig, want nu zit wel iedereen lekker beneden. En dat was een beetje mijn doel natuurlijk. Hier, ik zet dit ook lekker aan. Oh, dat kan ik niet aanzetten. Zit er boven nog iemand dan? Oh, Maxi zit in zijn eentje lekker boven. Die denkt, YOLO, ik heb helemaal geen zin in jullie. Doei. De ballen. Kan natuurlijk ook. Sims laten zoenen? Oh girl, daar heb ik geen tijd voor. Met wie moeten we zoenen dan? Met wie moet ik zoenen? Ik heb geen tijd om te zoenen. Hoe laat ik Sims met elkaar zoenen? Dat kan niet. Moet ik ze dan dwingen of zo? Is er ergens een... Oké, wacht. Hupske, pauze. Telefoonnummers uitwisselen? Ja, helemaal leuk. Even kijken. Hoe kan ik iemand dwingen om te zoenen? Acties. Nee. Ondeugend. Nee. Hoe kan ik dat doen? Ik kan toch niet zomaar aan hem vragen. Ja, ga nu met die en die zoenen. Dat kan niet in de Sims. Dus hoe, in de Sims 3 kon dat wel, maar in de Sims 4 kan dat niet. Dus ik vind het een beetje een raar doel, Sims laten zoenen. Ja, ik kan nu met Noah wel met drie verschillende mensen gaan zoenen, maar dat is ook niet leuk. Dat is ook een beetje te veel van het goede misschien. Hier, compliment even voor uiterlijk. Helemaal leuk. Hier, we hebben nog geen eens een liefdesrelatie met Joaquin. Dat heeft dan weer voor zin. Oh jongens, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik ga mijn aantrekking wel bekennen. Hier, oh, we hebben een liefdesrelatie hoor. Nou, sexy pose. Hupsakee, ik weet nou niet met wie ik moet flirten. Ik vind Joey, nee, hoe heet hij? Kevin leuk, Joaquin leuk, Paolo leuk. Ik vind het allemaal leuk, maar een bronzen medaille. Nou, hebben we ook weer niks aan. Nu gaat iedereen weer naar huis. Nou jongens, ga niet naar huis. Hier, Joaquin blijf. Oké, wacht, ik ga vragen of hij blijft slapen. Vriendelijk, waar kan ik dat vragen? Oh nee, die optie staat er weer niet. Verdorie. Vraag hoe het dag was. Nee, dat wil ik allemaal niet. Nou, dat heeft allemaal weer geen zin dus. Ik ga wel gewoon met Joaquin een beetje flirten. Ik zie het wel hoe het gaat. Hij is extravert. Nou, helemaal leuk. Het is weer een lekker zooitje hier. Ik bedoel, overal staan glazen en borden en bakjes op de grond en weet ik veel. En hierboven is het echt een zooi. Kijk nou, overal bakjes en zo. Nou ja, nu is het nog niet zo heel erg, want nu zijn ze nog niet bedorven. Maar dadelijk als die bakjes allemaal vies zijn, dan is het hier één grote vuilnisbelt. En dat willen we ook niet natuurlijk. Zo. Hupsakee. Het gaat allemaal lekker weg. Zo, nou dan hoeft Noah het zelf niet meer te doen, want ben ik toch aardig. Oh, die kan ik niet opruimen. Die weer wel. Zo, krijgen we er ook nog geld voor. Waar is Joa nou? Oh, die staat hier nog. Flirten, we gaan weer flirten. We gaan gewoon met Joaquin flirten. Zo. Helemaal klaar nu met die man. Aantrekking bekennen. Voetmassage aanbieden. Nou, we gaan geen voetmassage aanbieden hoor. Ben je helemaal gek geworden? We gaan een roos aanbieden. Lekker romantisch, lekker klef, maar het boeit me helemaal niks. Deze zet ik uit, want die hebben we niet meer nodig. Zou ik gewoon de eerste zoen doen? Zou ik gewoon YOLO? Ja, ik ga gewoon YOLO. Gewoon YOLO. Maakt het ook allemaal uit? Wat maakt het ook allemaal uit? We gaan gewoon YOLO.
Oh, het is voor ons allebei onze eerste seizoen. Nou, heel spannend. Oeh, ja, spannend hè, Joaquin. Ja, heel spannend. Oh, ze gaat ook nog knuffelen daarna. Nou, mag ik dan nu wel vragen of die blijft slapen? Oh ja, nu mag het wel. Uitnodigen om te blijven slapen. Oh, het klinkt goed. Nou, hij blijft in ieder geval, dus dat is goed nieuws. Dan mag hij nu wel eventjes naar de wc gaan, inderdaad. Want dat wil hij al heel de tijd heel graag. En dan gaan wij maar eventjes de boel hier een beetje opruimen. Want het is weer lekker een zooitje. En ik hou niet van zooi. We hebben vandaag niet op de DJ-booth gespeeld. En dat vind ik heel erg jammer, want dat had ik eigenlijk wel willen doen. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk. Ik bedoel, we hadden het al super druk, dus we kunnen niet alles gelijk. Noah heeft ook weer een beetje honger ineens. Openen, hebben we nog iets in de koelkast? Nee. Nou, dan moeten we maar eventjes een snelle maaltijd eten. Hier, gaan we lekker chips eten. Lekker gezond, maar niet heus. Maar we moeten toch eventjes wat eten. Oh hier, hij zit ook al aan de cornflakes. Lekker hoor, om 3:15 s'nachts aan de cornflakes zitten. Kan allemaal. Alles kan in de Sims. Nou, in het echt kan je dat natuurlijk ook doen als je daar behoefte aan hebt, maar... Ik denk niet dat veel mensen behoefte hebben om 3:00 s'nachts cornflakes te eten. In ieder geval, ik heb wel eens honger om 3:00 s'nachts. Maar dan heb ik geen trek in cornflakes. Meestal in de nacht heb ik trek in iets zouts. Niet in iets zoets of ontbijtachtigs of zo. Ja, heel interessant. Hebben jullie wel eens honger in de nacht? En waar hebben jullie dan altijd trek in de nacht? Ik heb heel vaak als ik ga slapen, dat je dan honger krijgt. Dat is zo irritant. Dat is echt verschrikkelijk. Lig je met honger in bed? En ja, dat is gewoon heel vervelend. Jullie herkennen dat probleem vast wel. Oh ja, oh Noah gaat opruimen, ik dacht al. Ik wou het ook al voor haar doen, want ik ben wel zo lief. Maar ze gaat het zelf doen, vind ik ook prima. Dan gaan we maar snel slapen, denk ik. Want het is alweer super, super laat. 4:00 s'nachts alweer. Het is altijd laat als wij de Sims spelen. Het wordt altijd laat. Het lukt gewoon niet om vroeg te gaan slapen bij ons. Het lukt gewoon niet. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.